Dit lag ook bezaaid, nou ja, geluidsinstallatie, boxjes lagen overal, ballen, glas. In de nacht van woensdag op donderdag is er flink huis gehouden in de kleedkamers van de voetbalclub. Ja, er stond een houten crickethamer, die stond hier naast de deur, lag allemaal rotzooi op de grond. En die hebben ze gebruikt, denk ik, om beginnetjes te maken. En nou ja, er zijn hier deze deur verderop een deur. Ik denk dat ze ook aan het voetballen zijn geweest binnen, want er lag daar waar de teelbak naar beneden hangt, lag een bal erbij. De voorzitter begrijpt niet waarom dit bij zijn club is gebeurd. Weet je, we zijn een vereniging, we zijn allemaal vrijwilligers, we hebben bijna 600 leden. Dus ik denk dat we heel veel mensen hebben die blij zijn met de club. En dan denk ik van, schijnbaar zijn er een paar dat niet zo heel erg blij. Waarom weet ik niet, maar ze maken het voor stuk voor een ander, dat is... Heel erg jammer. De voetbalclub gaat het complex extra beveiligen, alleen wel met tegenzin. We hebben hier in het verleden, waren we vrij makkelijk bijvoorbeeld om overdag te zeggen van jongens, als jullie willen voetballen, blijf lekker voetballen, maar maakt niks stuk. Ja, en nu moet je dus alles hermetisch af gaan sluiten en iedereen maar wegsturen. En je wordt er gewoon echt boos en verdrietig van. En waarom? Vooral het waarom. Je begrijpt het gewoon niet.